Ik sta hier best wel emotioneel, moet ik zeggen. Met zo'n club mensen van zo'n diverse achtergrond. En ik ben best wel trots ook dat dit gelukt is. We zijn hier op een historisch landgoed op de Veluwe. Er zijn eigenlijk uitdagingen. Hoeveel rendement is er überhaupt? Hoe gaat het met de natuur? En kunnen we terreinen samenbrengen die elkaar versterken? Dus houtproductie, voedselproductie, natuurwaarde en beleving waren vandaag op deze brainstormdag belangrijke invalshoeken. Die nemen we mee en dan gaan we ook met elkaar de dialoog aan en uitdragen van ja, wat betekent dat voor een nieuwe bosbouw, voor een innovatieve bosbouw voor de toekomst die meer is dan alleen maar hout produceren in een plantage, maar een rijker systeem voortbrengt. Maar het is begonnen. We zijn gewoon begonnen. We zijn een nieuwe werkelijkheid aan het maken. Nou, we hebben vier thema's voor bedacht. Beleving, biodiversiteit, gastronomie en houtproductie. Alle roepjes en alle zang van alle vogels hebben wij in kaart gebracht. En hebben wij alle vogels uit elkaar gehaald. En hebben nu gezien welke vogels er voorkomen. En dat zijn onder andere de vink, de roodborst, de kuifmees, de zanglijster en nog wat andere. Ik heb collega's van mij die inderdaad een beetje vrezen dat wij straks massaal uit de bossen gaan oogsten. En die aangeven ja, van agroforestry, dat is dan natuurlijk eigenlijk landbouw in een vorm van een bosbouw op landbouwgronden. Of ga je ook uit de natuur oogsten? En die kloof, ja, die is er wel flink aanwezig, ja. Wij ervaren de Veluwe heel erg als een natuurgebied en als bos. Maar kijkend hier naar de bossen hier, is het eigenlijk monocultuur, rijtjes, bomenproductie. En staat het dus niet heel erg ver van landbouw af. Natuur is in Nederland altijd cultuurnatuur. Want we hebben geen oernatuur meer. De mens heeft overal een stempel opgezet. En wij noemen nou drie bomen al een bos. En in werkelijkheid kan een bos nog zoveel mooier. En een voedselbos is op weg naar een mooier en rijker bos met meer gelaagdheid. Met alle soorten kennis, moderne kennis, oude kennis, inzetten om de boel te verrijken. En dat betekent in eerste instantie aan diversiteit en soorten en het bos en het ecosysteem. En ook om dat als basis voor de economie te gebruiken. En ja, dan is verrijken een heel vies woord ineens, maar dat is wel bedoeld als van een gezonde, vitale basis ontwikkelen. Wat ik het spannende vind van deze locatie en een voedselbos is dat het is een landgoed. Een landgoed wat een traditie heeft in bosbouw. Mensen die gewend zijn, en dat zijn we in Nederland door de bank genomen, niet meer in lange termijn te denken. En die de durf hebben om te gaan experimenteren met een voedselbos waar eigenlijk ook dat lange termijn denken voor nodig is. En dat vind ik heel inspirerend en spannend. Ik vind het zo leuk omdat ik ecologie, bodemleven en de mens heel interessant vind en die graag met elkaar wil verbinden. Eigenlijk als mijn missie zie om juist de mens met het voedselbos weer te verbinden en juist wat minder gunstige situaties zoals dennenbossen weer wil omtoveren tot voedselparadijzen. Ja, ik denk dat het idee dat je voedsel gaat produceren vanuit natuur een nieuw onderwerp is. Dat natuur niet iets is wat ver weg is en achter een bepaalde grens. Zo van oké, hier hebben we de stad en alles wat we doen in de economie en daar heb je natuur en dat laten we met rust. En dat is een mythe. Dat is niet hoe de werkelijkheid is. Wat er wel de werkelijkheid is, is natuurlijk dat je vanuit natuurwaarde kan produceren. Dat doen we eigenlijk nu al met hout, maar ja, nu kan je met soorten gaan werken die ook nog eens een keer echt een bijdrage leveren aan de bodem. Naar de biodiversiteit. Dus ja, en ecologisch en economisch is het natuurlijk gewoon heel ja, vanzelfsprekend bijna. Je zag mensen vanuit kennisinstellingen, vanuit maatschappelijk middenveld, mensen die zelf een stuk land hebben, daar iets mee willen. En ik denk dat je al die partijen samen nodig hebt om een goed maatschappelijk ingebed voedselbossysteem neer te zetten. Een hevige regenbui wordt in een bosbodem, in een goed functionerende bosbodem, gewoon weer vastgelegd. En een lange droogte
dan is die bosbodem nog steeds een spons die water levert en gaan de oogsten niet verloren. Wat in conventionele landbouw meer en meer dreigt te gebeuren, door ofwel nattigheid, door ofwel droogte. Dus ten tijde van de apocalyps kun je het beste een voedselbos in de buurt hebben. Over 10 jaar, waar wil ik zijn? Nou, dan wil ik heel graag een bosboerderij hebben gestart. Een bosboerderij met de natuur onder natuurregelgeving. Dus met andere woorden, de doelstellingen die we hebben in de natuur, dat dat dus ook samengaat met een boerderij. En het idee van een boerderij en dan een bosboerderij, dus niet met eenjarige, maar met meerjarige soorten. Maar ook de groene specht en de zwarte specht en de wespendief. En mensen. Wij zijn ook dieren, dus ja,